Lekker man. Heb jij er vandaag al een op? Want bij Pasen horen natuurlijk eieren. Ook kinderen in Vliegpark Aviodroom in Lelystad gingen er naar op zoek. Motoren, vleugels, koffers en cockpits. Er is geen struik of graspiet te bekennen in het vliegpark, maar verstopplekken zijn er genoeg. Hey, hier ligt er een. De meeste kinderen hier hebben een druk programma op Eerste Paasdag. Vanochtend hebben we een eitje gekookt. We gingen heel vroeg opstaan, dus we hebben niet kunnen schilderen. Dat doen we morgen. Vandaag gaan we nog bij vrienden eten, gezellig. Familiebezoek, lekker eten, maar natuurlijk ook eieren zoeken hoort dus bij Pasen. Maar tussen grote vliegtuigen zoeken is wel iets anders dan in de tuin van je opa en oma. Een paar tips van kenners. Bij de koffers en ja, bij de bagage ook vooral. De kleine hoekjes waar ze wel kunnen liggen. Sommige kinderen denken dan ze van ja, daar kunnen ze toch niet liggen, maar dan moet je wel gaan zoeken. En wat maakt Pasen leuk? Nou, eten. Dat je heel veel chocola eet. Lekker snoepen dus. Maar waarom zijn eieren eigenlijk zo belangrijk tijdens Pasen? Heeft met het geloof te maken van de kerk. Nee, Jezus en God volgens mij. Ik heb echt geen idee. Ja, dat is dan het begin van nieuw leven. En ja, en dan gaan ze die vinden. En soms zijn chocolade-eitjes. En die kan je dan lekker opeten. Juist, zo zit het. Eieren worden gezien als een teken van vruchtbaarheid, want uit een ei kan nieuw leven komen. Een kuikentje. Ongeveer tegelijk met Pasen is het ook lente geworden. Bomen staan weer in bloei, lammetjes springen in de wei en kuikentjes komen dus uit hun ei. En die eieren zie je niet alleen terug in Nederland. In de hele wereld spelen eieren een grote rol tijdens Pasen. In Duitsland beschilderen kinderen een mega-ei. Ieder krijgt één stukje en mag zelf weten wat hij of zij erop schildert. Eieren aan de boom in Oostenrijk. Dat is weer eens wat anders dan blaadjes. En een grote markt vol eieren in Rusland. Daar verkochten kinderen zelfgemaakte lekkere dingen. Heb jij dit jaar geen eieren gezocht? Volgend jaar beter. En vergeet dan bij het verstoppen niet deze zeer belangrijke tip. Dat het geen echte eieren zijn. En dat als het echte eieren zijn, dat je ze allemaal hebt, want anders gaat het stinken. Precies. En hoeveel eieren heb je bij ons in de studio voorbij zien komen? Ga naar onze site en laat weten hoeveel jij er hebt geteld.